Nou, het trekt al langzaam dicht. Dus ja, nog eventjes en dan zitten we weer in hooghangende mist. Zonnekracht 2. Maar ja, daar wou ik het niet over hebben. Maar ja, was ik gisteren in een pand waar allemaal kleine bedrijfjes zaten. Dat is een pand waar heel veel bedrijfjes in zaten. Bleek dat op die verdieping waar ik dus was, dat van de 5 bedrijven, tandheelkunde en zo'n prikketje, zo'n Chinese prikker en nog een paar bedrijven, die waren gewoon weggegaan omdat de energie te hoog werd. En toen zijn ze ermee gestapt, want ze wisten niet hoe dat allemaal uit ging werken. Voor de zekerheid zijn ze toen maar gestopt. Zo. Nou, dus met andere woorden, gelukkig hebben ze een reddingsplan klaar liggen voor alles, voordat we alles ja, een reddingsplan om de aarde te redden. En we gaan jou ook redden, moeten we wel samen even je handtekening zetten. En ja, je moet wel luisteren. Als je niet luistert, ja, dan komen de maatregelen. Ja, en als je niet naar de maatregelen krijgt, dan krijg je de maat. Ja, dan komen de maten naar je toch eventjes de maten. Dan zeggen ze, ja, had je maar moeten luisteren. Je hebt je oren toch niet van niks gekregen, hè? In je mond. Wat dacht je van je laatste recht? Welk recht is dat? Zwijgrecht. Ik schooi aan die. Volgens mij heeft Poetin een beetje zand in de machine gegooid, maar vaak is het zo dat ze boven in elkaar allemaal kennen. Oh ja, oh, dat vond ik ook zo raar. Het schijnt, dat hoor ik ook weer, dat meneer Poetin nog elke dag geld overmaakt naar meneer Zelensky voor de pijpleiding die door het land loopt. Dus met andere woorden, dan kunnen ze wel met elkaar communiceren. Maar ze mochten niet met elkaar communiceren. Oh ja, dat was het. NATO zegt, nee, we willen uitbreiden. En als we vrede sluiten, kunnen we niet meer uitbreiden. We willen uitbreiden, dus we moeten groeien. En ja, laat maar zitten. Maar de meeste mensen, daar zie ik het zwaar voor in, hoor. Tussen haakjes. Is dat ze niet op tijd hun inzicht, dat ze te laat zijn, zeggen ze, en nu? Ja, nu ben je te laat. Ik zeg, dus dat ze dus achterkomen van, hey, ik dacht dat het, dat we er geen honger meer hadden straks. En dat we mochten vrij reizen en nooit meer oorlog. Ja, nee, dat wordt het dus niet. Want meneer Rutte zegt, bereid je maar voor, dit gaat nog wel een tijdje duren. Zolang er niet vrije landen er zijn. Ja, we hebben de vrije landen wel iets te doen, toch? Ja. Maar het spreekwoord zegt altijd dit. Als je niet wil luisteren,